zou niet zonder boeken kunnen. Het huis staat ook vol boeken. Ik zou niet anders kunnen leven dan in een huis met boeken en met planten. Bent u ook opgegroeid in een huis vol boeken? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Er waren geen boeken bij ons thuis. Die waren verboden? Mijn ouders zijn maar alle twee tot hun 14e naar school kunnen gaan, helaas. Dus er waren geen boeken bij ons thuis. Ik heb boeken ontdekt op school. Ik ging van in de lagere school ging ik elke week naar de bibliotheek, na de zondagsmis. En dan koos ik daar 5 boeken uit. Dat was het maximum wat je mocht meenemen. En die waren eigenlijk allemaal op 1 dag uit, maar dan moest ik toch weer wachten tot de volgende zondag om nieuwe te halen. En ik heb dan later 6 jaar op internaat gezeten. En ook toen ging ik nog altijd elke zondag boeken halen in de bibliotheek. Ah ja, dus ja. U bent eigenlijk nooit met die gewoonte gestopt om, om alle dagen te lezen? Nooit mee gestopt, nee. Ik vind de boeken zo... Ik kan me daar echt in verliezen, in een wereld van en in het leven van andere mensen. Ik lees ook wel heel veel fictie. Ik vind... En dat heeft onder andere te maken, neem ik aan, met uw... liefde voor de taal dan. Ja, Voor formuleren en... Ja, ik denk dat ik daarmee... geboren ben. Er is eigenlijk nooit iemand die mij dat aangeleerd heeft. Ik heb dat ook niet meegekregen van iemand. Ik denk dat dat gewoon... Belgian journalist and the newsreader Martine Tanje died on Sunday at the age of 67. Tanje died of cancer. Tanje was one of the prominent faces for more than 40 years. The news on the Flemish published broadcaster. Shortly before her 23rd birthday, she joined the club at the time. Tanja soon became the second woman in Belgium to work as a newsreader. The journalist has often been praised for her correct use of Dutch language for years. She also read it together with Philip Freylich's great dictation of the Dutch language. In 2011 and 2012, Tanja did not appear on television for some time after undergoing breast cancer surgery. Then Tanja returned again until her retirement in December 2020. The newscaster was appointed commander of the Order of the Crown by King Philippe of Belgium 2 days ago. Tanja called it back then a recognition of the work that I have been doing with such great pleasure for many years, that's the way I did it with it was appreciated by many people and apparently also by the king is a heartfelt thought. May her soul rest in peace and thank you so much.